Welkom bij de webinar van Bayer Life en Tripbuilders in samenwerking met Archipel Fiscalisten. Mijn naam is Rickert en mijn collega Richard en Arvid die zullen zo meteen deze webinar verder uiteenzetten. Nou, als je even als introductie vanuit het contact met onze klanten komt vaak de vraag hoe kan ik zo min mogelijk belasting betalen op mijn bedrijfsreizen. Nou, dit domein wat zeer fiscaal is met de WKR-regeling te maken heeft, is iets waarbij we besloten hebben samen te werken met Archipel Fiscalisten. Zij zijn namelijk de specialist op dit terrein. En in deze korte webinar krijg je al een eerste goede indruk van dit onderwerp. Nou, Richard, zou jij verder willen toelichten? Absoluut, dankjewel. Ja, wij zijn Archipel Tax Advice. Hartstikke fijn om aan te sluiten bij dit webinar. Wij hebben veel ervaring in het fiscaal recht en in het begeleiden van bedrijfsreizen. En Arvid en ik zullen ons best doen om dit onderwerp zoveel mogelijk uiteen te zetten in deze webinar. En mochten er nog vragen zijn, dan zijn we natuurlijk beschikbaar. Nou, wat we zullen doen is, we gaan eerst even het fiscale kader bespreken. Dus waar binnen bevind je je nou als je een bedrijfsreis organiseert? Er spelen een aantal gebieden, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting en specifiek de werkkostenregeling die een grote rol speelt bij het organiseren van een bedrijfsreis. Nou, dan gaan we eerst even een deep dive in die werkkostenregeling. Daar gaan we het vandaag grotendeels over hebben. Even, wat is het nou? Wat houdt het in? Welke smaken hebben we qua kostenvergoedingen? Nou, vervolgens zullen we de specifieke vrijstellingen die kunnen spelen bespreken. En dat doen we ook aan de hand van een voorbeeld casus, Archie BV, die een reis gaat organiseren. Dan gaan we eens kijken van, joh, wat kunnen we nou doen en aan welke knoppen kunnen we draaien, zodat de reis zo belastingefficiënt mogelijk kan worden opgezet. Als laatste, mochten wij de klanten van Barrio Life verder mogen adviseren, wat wij natuurlijk van harte hopen, dan leggen we ook even uit hoe een adviestraject er typisch uitziet in dergelijke cases. En dan zullen onze collega's van Barrio Life nog een korte afsluiting verzorgen. Dus ik zeg, let's go! Nou, we hebben eigenlijk twee grote belastingvormen waarmee we kunnen spelen binnen de bedrijfsreizen. Aan de ene kant de loonbelasting, aan de andere kant de vennootschapsbelasting. Nou, de loonbelasting, dat is eigenlijk een hele brede belasting, want alles wat je als werkgever aan je werknemers verstrekt of vergoedt, is in beginsel loon. Nou, personeelsreizen zijn er vaak op gericht om teams te laten groeien, teambuilding activiteiten te laten plaatsvinden. En natuurlijk een element van fun, van lol. En met die elementen kun je spelen bij de vraag, hoe wordt dat belast? Want vaak een zakenreis, als het een zakelijk karakter heeft, dan zal het vrijgesteld zijn of niet gezien als loon. Heeft het een minder zakelijk karakter, ga je mooie dingen doen met je team, gewoon om samen lol te maken, dan wordt het vaak gezien als een voordeel uit hoofde van de dienstbetrekking. En die zakelijkheid, die kun je aantonen door je reisprogramma aan te passen. En dat is ook waar we naar gaan kijken in dit webinar. Hoe zorgen we ervoor dat een zo groot mogelijk gedeelte van de reis een zakelijk karakter heeft, zodat het in ieder geval onder de loonbelasting is aan te merken als geen loon of een vrijgesteld looncomponent. Naast de loonbelasting hebben we de vennootschapsbelasting. Dat is de belasting die je betaalt als bedrijf over je winst, als je een BV of NV bent. En de kosten die je maakt in het kader van het uitoefenen van je bedrijf, die zijn ook vaak aftrekbaar onder een aantal voorwaarden. Nou zijn er drie smaken eigenlijk qua kosten die je als bedrijf kan hebben. Dat zijn zakelijke kosten, die zijn aftrekbaar. Privékosten als een bedrijf, die zijn niet aftrekbaar, en kosten met een gemengd karakter. Dus dat zijn kosten die je maakt, die zowel zien op een gedeelte, dat kan een fun element zijn of een privé element, en een deel zakelijk, zoals netwerken, teambuilding, tijdsbesteding om je vaardigheden op te doen, cursussen. Ja, en dat zijn gemengde kosten. En daar is natuurlijk ook de meeste discussie over, omdat dat deels aftrekbaar zou zijn en deels niet. Nou, voor die gemengde kosten zijn drempels opgenomen wanneer die aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. En dat is de eerste drempel. Alle kosten boven de 4800 euro zijn aftrekbaar. Of
als grens kun je ook hanteren 0,4% van het belastbare loon. Dus dat is altijd even kijken wat daar het gunstigst is. Of je kan zeggen 73,5% van de kosten is aftrekbaar bij een gemengd karakter. Dus dat zijn even voor de vennootschapsbelasting de belangrijke punten bij het al dan niet aftrekbaar zijn van de kosten voor een bedrijfsreis. Nou, nu gaan we kijken naar de loonbelasting, want de werkkostenregeling waar we het over gaan hebben, dat is een faciliteit binnen de loonbelasting. En die werkkostenregeling die is eigenlijk gemaakt om werkgevers in staat te stellen om zonder er direct een grote belastinglast mee te creëren, cadeautjes te kunnen geven aan hun personeel, dus verstrekkingen. Denk aan het klassieke kerstpakket of een dinerbon. Dat kun je onder de werkkostenregeling verstrekken. Nou, die werkkostenregeling die is eigenlijk opgebouwd in een aantal vrijstellingen en een vrije ruimte. Maar we beginnen even helemaal bij het begin. En dat is bij de constatering dat een voordeel dat wordt verstrekt aan een werknemer, dat dat loon is. Dat zien we hier ook bovenin in het plaatje. Nou, loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten. Inclusief vergoedingen en vertrekkingen. Dus heel erg veel is loon. Eigenlijk alles wat je verstrekt aan je werknemers. Kunnen we het indelen in 4 categorieën. We hebben de intermediaire kosten. Dat zijn eigenlijk de kosten die je als werknemer voorschiet voor je werkgever. Die direct moeten worden terugbetaald. Dus dat wordt niet gezien als loon. Omdat je daar als werknemer geen voordeel van hebt. Dat is ook geen loon. Daar betaal je ook geen belasting over als werkgever. Of als werknemer, dan stopt de bus daar eigenlijk. Daarnaast hebben we 2 categorieën. We hebben nihil waarderingen en gerichte vrijstellingen. Nou, nihil waarderingen zijn eigenlijk specifieke bevoordelingen of looncomponenten. Die wel worden gezien als voordeel. Maar daarvan zeggen we, we stellen daar de waarde op 0 euro. Dus daar hoeft ook geen loonbelasting over afgedragen te worden. En naast die nihil waarderingen zitten daar ook soms forfaits in. Dat bijvoorbeeld de waarde van een maaltijd op 3,35 euro wordt gesteld. Dat zijn de regels over de nihil-waarderingen. En die kunnen ook al een rol gaan spelen bij een zakenreis of een bedrijfsreis die wordt georganiseerd. Nou, daarnaast bestaan de gerichte vrijstellingen. En dat zijn echt verstrekkingen en vergoedingen waarvan we zeggen, die willen we niet belasten. Zoals bijvoorbeeld de 19% per kilometer, de bekende bij de reiskostenvergoeding, wordt volgend jaar overigens 23% waarschijnlijk, mogelijk nog eerder. De werkelijke kosten van OV of een vliegreis, dat gaan we zo meteen ook nog zien in het voorbeeld dat we gaan bespreken. Nou, en nog een aantal kosten daarvan zeggen we, als we je die vergoed als werkgever, zijn die niet belast. Nou, daar hebben we eigenlijk de 3 categorieën van wat geen loon is of wat niet tot loonbelasting zal leiden besproken. En daarnaast hebben we dan nog echt belastbaar loon. Ja, dan hebben we nog 2 opties. Want stel je constateert dat loon niet nihil is gewaardeerd of niet is vrijgesteld en het zijn geen intermediaire kosten. Dan kun je als werkgever nog zeggen onder de werkkostenregeling. Wij wijzen die kosten aan. Als werkgeversloon, eindheffingsloon noemen we dat in de fiscaliteit. En die schuiven wij in de vrije ruimte. Nou, die vrije ruimte, dat is een potje gebaseerd op de hoogte van je totale loonsom. Waar je eigenlijk kosten onder kan brengen. En dat leidt dan niet tot een heffing van loonbelasting. Op het moment dat jij te veel kosten in die vrije ruimte schuift. Dus je gaat over de vrije ruimte heen. Dan betaal je als werkgever wel 80% belasting, een eindheffing. Die kun je ook niet verhalen op je werknemers, die zijn echt voor jou als werkgever. En dit is ook een categorie waar we het specifiek over gaan hebben vandaag. Want als werkgever wil je dat als je een bedrijfsreis organiseert met je mensen en je maakt er iets moois van, een verrijkende ervaring, wil je ervoor zorgen dat het niet later nog tot een extra loonbelasting of inkomstenbelasting leidt voor je werknemers. Maar je wil dat wel zo fiscaal efficiënt mogelijk doen. En dat is eigenlijk de naam van het hele spel. Is zorgen dat de vrije ruimte zo efficiënt mogelijk wordt gevuld. Zonder hem te overschrijden. En zoveel mogelijk componenten van die bedrijfsreis. Onder de nihil waarderingen en de gerichte vrijstellingen kunnen vallen. En dat kan op basis van de verschillende elementen die je in je programma brengt. Van je bedrijfsreis
kan dat nogal verschillen, omdat er heel veel verschillende nihilwaarderingen en gerichte vrijstellingen zijn. En dan gaat mijn collega Arvid eens even een voorbeeld geven over hoe dat er dan uit zou zien bij Archie BV. Ja, wij hebben als voorbeeld hebben wij een fictieve casus met Archie BV hebben wij opgesteld. We denken hier aan een reis van 6 dagen naar bijvoorbeeld het pittoreske Catalonië. Je gaat erheen met het vliegticket natuurlijk en er wordt daar een hotel geregeld voor de werknemers. Dan hebben we best wel een uitgebreid programma gemaakt met bijvoorbeeld het hotelovernachting. Je kan een lunch doen en een externe spreker. Daar zie je echt duidelijk het zakelijke karakter in. Maar ja, je gaat er natuurlijk ook leuke dingen doen met werknemers, want je wil ook een beetje teambuilden. Je wil ook dat de mensen elkaar wat beter leren kennen. Misschien heb je meerdere vestigingen en wil je die ook bij elkaar brengen. Dus er zullen altijd wat zakelijke dingen zijn en wat minder zakelijke dingen. Dan heb je natuurlijk de lunch, het diner, er moet voor eten gezorgd worden. Het kan natuurlijk ook op een gegeven moment gezegd worden dat werknemers zelf hun eten regelen voor een bepaalde lunch. Dat is natuurlijk allemaal to be discussed. We hebben dan even dit met getallen uitgewerkt. Stel dat er een beschikbare vrije ruimte in de werkkostenregeling van Archie BV is. Ze hebben een loonsom van 1,5 miljoen. Dan heb je een vrije ruimte van bijna 10.000 euro, dus 9.890 euro. De totale kosten van de reis met die 15 werknemers die meegaan zullen op 22.500 euro gesteld worden. En we zijn er even ervan uitgegaan dat potentieel vrijgesteld bij een 50% zakelijkheid. Dus 25% van de betaalde kosten worden gezien als zakelijk. We krijgen dus 5.625 is vrijgesteld. En je kan ook 5% zakelijkheid hebben. Dan heb je wat meer van die externe sprekers, wat meer meetings. Dat is een beetje daar kan mee gespeeld worden. Dan heb je scenario 1, dat is als er helemaal geen vrijstelling is voor de WKR. Dan kijk je naar je totale kosten van de reis min die vrije ruimte van bijna 10.000 euro. Dan kom je op 12.610 uit. En dan ga je de rest tegen die 80% van het eindheffingsloon heffen. In dat geval worden de totale kosten van de reis, inclusief dus de loonbelasting, worden 32.588 euro. Dus dat is dan ineens best wel een dure reis in die zin. En die kosten die zijn dus ook zo hoog, omdat je juist die vrije ruimte toch overschrijdt voor zo'n groot gedeelte. Ja, exact. Dan is daar eigenlijk niet goed dat geadministreerd en dan gezegd van hier wordt de vrije ruimte overschreden. Dus in die zin is dat zonde. En dan het tweede scenario, stel dat je 25% vrijstelling hebt, dus dat 25% opgericht vrijgesteld voor een nieuwe huurwaardering is gebracht. Dan krijg je dat er inderdaad minder overblijft van de loonbelasting. Dus dan zie je dat die prijs van 32.600 naar 28.000 gaat. Dus dat maakt toch al gauw 4.500 euro uit. Ja, dus je snoept eigenlijk een stukje van de loonbelasting af door de kosten voor de vakantie zoveel of de reis zoveel mogelijk onder de nihilwaarderingen en de vrijstellingen te brengen, zodat je niet in die 80% werkgeversheffing komt. Exact. En vice versa heb je hier natuurlijk met 50% vrijstelling. Dan heb je gewoon nog meer zakelijke dingen gedaan en meer onder die vrije, of juist meer onder de gerichte vrijstelling gebracht. Dan is de vrije ruimte ook weer kleiner. En dan wordt de overschrijding uiteraard ook kleiner. En in dat geval worden de totale kosten 23.500. Dus dan zie je dat bij zo'n 50% vrijstelling het in dit voorbeeld al bijna 10.000 euro kan schelen aan de werkgeverslast uiteindelijk. En die 25 en 50% die zijn natuurlijk te beïnvloeden door het programma aan te passen van je reis? Exact, door het programma aan te passen, door inderdaad meer zakelijke dingen te doen en ook door het goed administreren, door ook de goede gerichte vrijstellingen te vinden. Als je het gewoon maar in de vrije ruimte stopt en een gerichte vrijstelling mist, dan maak je natuurlijk die vrije ruimte op zonder dat je hem goed benut. Dus er zijn twee elementen en proberen wat zakelijke dingen eraan toe te voegen, ja, indien gewenst natuurlijk. En ook heel goed die gerichte vrijstellingen en nieuwe waarderingen meepakken. En we zien hier natuurlijk ook een programma van een reis van Archie BV. En eigenlijk al die elementen en activiteiten die daar staan, die moeten voor de loonbelasting, moeten die natuurlijk zelf gekwalificeerd worden. Dus je moet dan gaan kijken naar, joh, welke dagen hebben wij bijvoorbeeld een cursus en zijn we echt gericht bezig met de opleiding van onze mensen door derden en door sprekers. En dat zijn dan dagen waar je echt kan gaan kijken naar die gerichte vrijstellingen en die nihilwaarderingen. Ja, exact. Als je echt alleen maar leuke dingen op een dag doet, dan wordt het heel lastig om dat als zakelijk te kwalificeren uiteraard. En natuurlijk kun je wel leuke zakelijke dingen doen, maar dat, dat is afhankelijk van de spreker. Alright. Ja, dan hebben we hier even de specifieke vrijstellingen die kunnen spelen voor de zakenreis of de workation, hoe je het wil noemen. We hebben hier even naar het hotel gekeken, naar de vliegtickets, ontbijt, lunch, diner.
cursussen, seminars die je daar eventueel kan doen. En dan uiteraard ook de ontspanning. En inderdaad, in aanvulling op wat Richard net ook zei, de hoofdregel is gewoon dat alles wat uit de dienstverlening wordt genoten, wordt aangemerkt als loon. En in principe is een personeelsreis natuurlijk ook een voordeel. Je gaat op reis met je werk, andere werknemers. Het is natuurlijk de vraag of dat altijd even leuk is, maar in principe is dat een voordeel voor elke werknemer. En ja, of sprake is van een zakelijke reis, dat hangt dan echt af van hoe je die reis invult. En je moet dan ook echt gaan kijken naar of er een zakelijk of een toeristisch karakter overheerst. En van een volledig zakelijke reis is sprake als de reis, dus grotendeels. Dat is in het fiscale jargon meer dan 90% zakelijk is. Dan moet op basis van het programma, dan kijk je dus naar ieder element. Ook echt gekeken worden per kostensoort of er sprake is van belast of onbelast. En er kan dus ook sprake zijn van een gemengd karakter. Dus een gedeelte van de reis bestempelen we als zakelijk. En een gedeelte van de reis als niet zakelijk. En dus echt voor het vermaak van je werknemers. En dat adviseren wij ook vaak om dat echt goed te splitsen op basis van de facturen en een programma dat je samenstelt. Want als je echt een hele duidelijke split maakt tussen oké, dit gedeelte van de reis is zakelijk en dit gedeelte niet, dan weet je ook als Belastingdienst, mocht er een controle komen, dan weet je ook exact oké, dus op dit gedeelte van de reis is een regime van toepassing, namelijk de werkkostenregeling, waarin gerichte vrijstellingen en nieuwwaarderingen kunnen spelen. En op het andere gedeelte, nou, dat zal dan loon zijn of dat zal in de vrije ruimte moeten worden geschoven. Maar daarbinnen kun je dus een hele mooie knip maken om aan te geven, dit gedeelte, hier kunnen wij echt een fiscaal voordeel halen. En dit gedeelte is gewoon voor het vermaak en zal dus voor de vrije ruimte zijn. En op basis daarvan en op basis van een beschikbare vrije ruimte, want je doet natuurlijk misschien ook andere dingen voor je werknemers, kun je ook heel goed gaan plannen. Over to you voor de elementen. Ja, we beginnen al bij het hotel, want je gaat natuurlijk overnachten daar. Dat kan ook een Airbnb zijn of misschien ga je met z'n allen kamperen. Maar het idee is dat de kosten voor accommodaties zijn vrijgesteld. Naar een bepaald artikel in de loonbelasting voor 31a lid 2. Sub B om precies te zijn zelfs. En je moet dat als werkgever moet je die reis gaan aanwijzen. Dat die kosten moeten dan worden aangemerkt als gerichte vrijstelling en dan onbelast. En we gaan er hier wel bij vanuit dat een deel van de reis ook wel echt zakelijk is. Ja, en het is ook nog wel belangrijk om te noemen, denk ik, dat aanwijzen van kosten als eindheffingsbestanden of eindheffingsloon, of werkkost, het heeft vele namen, maar dat moet op een manier uit de administratie volgen. Dus dat is ook iets waar wij altijd op hameren is bij dergelijke trajecten. Neem een document op in de administratie waarin je gewoon specifiek aangeeft van de zakenreis beschouwen wij deze en deze en deze kosten en facturen beschouwen wij als eindheffingsloon. Dat betekent dat het niet meer voor rekening van je werknemers komt, maar dat je dus in de werkkostenregeling komt en dus die kosten al dan niet belastingvrij of nieuw gewaardeerd of gericht vrij gesteld kan vergoeden. Ja, dank voor die aanvulling. En voor de vliegtickets dan, ik denk dat iedere werkgever wel bekend is met reiskostenvergoedingen. Je hebt nu natuurlijk die 19 cent per kilometer die volgend jaar verhoogd gaat worden. Maar voor vliegtickets wordt dat een beetje een lastige zaak. Dus ga je kijken naar wat kosten vliegtickets daadwerkelijk. En als je die inderdaad gebruikt voor de zakenreis, dan kan dat ook weer gericht worden vrijgesteld. Dus in die zin ook weer onbelast. En als je dan gaat kijken naar de etenselementen, je hebt zowel ontbijt als lunch als diner. Het ontbijt is over het algemeen, wordt dat gewoon gezien als een belastervergoeding. Het is gewoon een voordeel wat je in principe niet per se zakelijk kan maken in die zin. Tenzij je een ontbijtseminar hebt of je hebt iets anders waardoor het echt zakelijk wordt. En voor lunch en diner geldt hetzelfde. Stel dat je een dag een heel seminar hebt of een cursus hebt en je hebt op diezelfde locatie waar je bijvoorbeeld dat evenement hebt, een lunch of een diner, dan kan daar gewoon van betoogd worden dat een zakelijke lunch is of een zakelijk diner is. Of als je daar met een cliënt niet, dan zou het ook zakelijk kunnen zijn. En in dat geval is het ook vrijgesteld. Ja, en dit is natuurlijk ook wel echt een mooi voorbeeld van de knoppen waar je aan kan draaien. Als je een uitgebreid diner plant met je werknemers en je wil groots uitpakken, ja, dan is er gewoon een voordeel te halen als je dat op een dag doet en als onderdeel doet van een programma, dat die werknemers cursussen krijgen en worden bijgespijkerd of strategische sessies hebben onderling. Daarbij is het wel van belang dat het echt in het programma van zo'n opleidingsdag zit. Maar over de cursussen en seminars, daar zijn we nog niet.
Ja, inderdaad, de volgende vrijstelling dat zijn de cursus of seminars. Hier kan je denken aan inderdaad iets waardoor de werknemers weer wat leren over hun werk. Of bijvoorbeeld soft skill trainingen. Al dat soort dingen op een locatie of in de buitenlucht zelfs. Je kan die kosten daarvan kan je vergoeden. En dat kan vrijgesteld ook onder specifieke vrijstellingen. En inderdaad, koppel dit dan vooral aan een lunch of diner als je de mensen dan wat te eten wil geven. Want in die zin is dat dan een stuk voordeliger. En als je zegt dat mensen daarna dan zelf hun eten moeten regelen, dan heeft dat natuurlijk uiteindelijk niks meer met de loonsfeer te maken. Fair enough. Dus dat is ook weer goed om te beseffen. En daarnaast heb je als laatste natuurlijk ontspanningen, die zouden ongetwijfeld ook zijn op zo'n reis. Alle leuke elementen van zo'n reis, die vormen natuurlijk ook belastloon. Als jullie dat als werkgever vergoeden, om duidelijk te zijn. Als er voldoende ruimte over is in je vrije ruimte van de werkkostenregeling, moet je zo kijken naar wat heb je als kerstpakket gegeven, wat heb je echt op dit moment nog over. Dat kan je dan daarin stoppen en alles wat daar overheen gaat, dat wordt dan een eindheffing tegen 80%. Dat zijn dan werkgeverslasten. Ja, en in die vrije ruimte, we zien hem hier een aantal keer echt terugkomen. Die vrije ruimte die is gebaseerd op de loonsom, de totale loonsom die je in Nederland betaalt. Maar die kon je niet meenemen over de jaargrenzen heen. Dat klopt. Ja. En nou zijn er mogelijkheden om dat gedeeltelijk wel te doen als je bijvoorbeeld een personeelsvereniging hebt. Onder voorwaarden kun je daar dan als werkgever ook aan bijdragen. En die personeelsvereniging, dat moet een echte vereniging zijn die gerund wordt door het personeel, afzonderlijk van de onderneming. Maar dan kun je eigenlijk de bijdrage van de werkgever aan die personeelsvereniging in een voorgaand jaar, die kun je aanwijzen als eindheffingsloon. En dus in de vrije ruimte schuiven als je bijvoorbeeld wat over hebt. En dan kan die personeelsvereniging ook een deel van de kosten op zich nemen bij bijvoorbeeld zo'n reis. Dus als je ver van tevoren gaat plannen, is daar ook nog te schuiven. Maar dat vereist wel wat specifieke planning. Dus ook als je misschien over 2-3 jaar een bedrijfslustrum hebt, dan kan het echt waard zijn om eens te gaan plannen. Joh, kan ik een beetje in mijn vrije ruimte gaan schuiven om die heffing toch uit te stellen. En daarnaast hebben we nog een puntje over de cursussen en seminars. En dat is nog ook wel echt belangrijk om te benadrukken. Dat die cursussen en seminars, dat moet echt iets zijn dat gefaciliteerd wordt door een docent of een spreker. Er zijn teambuilding oefeningen zijn in het verleden afgeschoten door de rechtbank. Dat je daar, als je enkel een teambuilding dag in je week wegfietst, dat echt niet voldoende is om het een zakelijk karakter te geven. Ook die dag niet. Dus het moet wel echt een opleiding zijn, of het meeten van cliënten, bijvoorbeeld in het buitenland. Kunnen van alles, kan dat zijn. Maar het moet iets meer zijn dan alleen met z'n allen in een ruimte gaan zitten en eens even een performing team sessie houden om een teambuilder te faciliteren. Maar ja, dat is allemaal tailor-made te plannen. Maar dit is wel het kader waar je aan moet denken als je wil gaan kijken van, joh, hoe kunnen we nou die reis zo gunstig mogelijk inplannen. Nou. Ja, dan het adviestraject. Het werk wat wij uiteindelijk het allerleukst vinden en waar wij hard voor gestudeerd hebben allemaal. Het adviestraject is, hopelijk komen er natuurlijk wat bedrijven na deze webinars even langs. Of komen we met ons contact opnemen. Via Rickert of via Nick nemen ze contact met ons op. En dan gaan we eerst bespreken wat de wensen zijn, waar jullie heen gaan, wat de ideeën erbij zijn. Dan wordt er echt gekeken naar wat voor het programmaboekje, daar kunnen we ook gewoon bij helpen. Op basis daarvan kunnen wij dan een tailor-made advies maken in zaken de samenstelling van de reis. En wat dan wel en niet belastingvrij kan worden vergoed tijdens de reis. Wij kunnen dan ook suggesties doen om bijvoorbeeld iets in het programma aan te passen, om hem meer fiscaal efficiënt te maken, zonder te ver van het echte doel en het echte idee van de reis af te gaan staan. Want dat is natuurlijk altijd leidend. En dat kunnen we ook samen met Nick en Rickert oppakken en met Barrio, om te bekijken wat nou echt het doel is van jullie reis en hoe je dat bereikt. En dan kijken wij vanaf de zijlijn mee hoe we dat fiscaal zo gunstig in kunnen richten. Dus dat is een hele mooie team effort. Ja, nou, in aanvulling daarop kunnen we ook nog een meeting of een call inplannen. Om bijvoorbeeld een quick health check, noemen we dat dan. Stel dat je de WKR de rest van het jaar bijvoorbeeld niet goed hebt benut, dan zouden we daar ook bij kunnen helpen om daar even een snelle scan van te doen. Om daar weer andere dingen onder andere vrijstellingen te brengen. Waardoor je dan weer meer over hebt om in de reis erin te stoppen op die manier.
En we hebben ook nog een goed WKR-template wat we kunnen delen, waarin je goed die werkkosten goed en efficiënt kan administreren voor nu en in de toekomst. Dat is een beetje hoe ons adviestraject er in dat geval uit zal gaan zien. Alright. Ik denk dat, dat ons verhaal er dan in ieder geval op zit. En ik hoop dat we een goed beeld hebben kunnen geven van het fiscale speelveld. Wie wij zijn. En dat wij in elk geval erg enthousiast zijn om met Barrio samen te gaan werken. Bij de mooie klanten en de mooie reizen. En Nick en Rickert, over to you. Ja, nou, je mag hartelijk danken, Richard en Arvid, om het allemaal zo uit te leggen. En ik kan me voorstellen dat wij de personen die deze webinar bekijken, dat er misschien wel wat vragen inderdaad naar boven komen. Dat goed wat geprikkeld heeft met wat er allemaal kan, wat er niet kan ook, natuurlijk ook heel belangrijk. Dat het een serieuze zaak is, maar tegelijkertijd ook heel veel mogelijkheden zijn. Dus hartstikke fijn. En ja, ik denk wat dat betreft dat we hierbij misschien de webinar kunnen sluiten. Dat we, dan houden we het nog kort. En dat we op basis net van, als je deze webinar bekijkt en denkt, goh, ik wil toch echt wel even geholpen worden door deze aardige heren van Archipel, dan gaan we dat zeker allemaal regelen. En dan zorgen we ervoor dat we het met elkaar als een team co-creëren en tot de beste fiscale reis komen. En ook een hele leuke reis en tegelijkertijd financieel goed voor het bedrijf. Nou, hartelijk dank voor iedereen dan om het, of voor degene die dit bekijken en veel succes.